De Engelse Mijlloop, de start van een nieuw hardloopseizoen op een nieuw parcours. Hoe gaat het eruit zien? Nou, het gaat heel mooi eruit zien. We starten wel vanuit bij het centrum op de markt. En dan gaan we eigenlijk vrij snel het buitengebied in richting de Hoornes. En dan richting het Mariakapelletje aan de Bekkenvosweg. Het lusje richting de Watermolen. En dan door het Scholtenhagenpark gaan we weer terug naar het centrum. Jullie gingen jarenlang naar Buurse. Waarom een nieuwe route? Nou, we hebben 22 jaar over deze route gelopen en we kregen steeds meer opmerkingen van lopers die jarenlang kwamen van we zijn wel eigenlijk een beetje uitgekeken op deze route. En we denken, nou weet je, we moeten eens een keer wat veranderen. En we hebben onderzoek gedaan naar wat maakt nou eigenlijk dat lopers een wedstrijd of een evenement leuk vinden. En er kwam toch heel vaak het parcours en de organisatie als belangrijkste punt naar boven. En toen zijn we echt gaan kijken naar een parcours wat meer beleving geeft voor de loper dan alleen het heen en weer naar Buurse. Grote verrassing, want we hebben ongeveer 18 jaar op en neer naar Buurse gelopen, 19 jaar geloof ik. En ik ben heel benieuwd, want één ding is zeker, naar Buurse was een lang rechtstuk en als je de wind tegen had, dan was dat best wel lastig. En nu lopen we een rondje, dus je hebt de wind altijd een tijdje mee en een tijdje tegen. Loop je zelf zondag ook? Ja, ik ga zondag zeker meedoen, alleen al vanwege het feit dat het nieuw is. En ik vind het leuk dat er een frisse wind is gaan waaien. En het is bovendien mooi dat je twee keer door het dorp komt, voor de mensen ook wat aantrekkelijker. Hè? Ja, er komen twee keer. De 10 mijl die gaan twee lussen lopen. En dat hebben we ook bewust gedaan, want daar hopen wij dat er toch wat meer te zien en te beleven is in het centrum voor de bezoekers. En dat maakt het ook voor de lopers wel leuker. Hoe is er nu toe de reactie? Eigenlijk hebben we heel veel positieve reacties gehad van lopers die zeggen, nou, het is een prachtig parcours. En we kijken er naar uit. En natuurlijk zijn er ook natuurlijk mensen die het gaan missen, het oude parcours. Maar ja, die zou ik willen zeggen, gewoon komen en dan het echte vergelijk maken. Ik vind het heel mooi, want we lopen op een paar historische plekken. Hè? De Watermolen, langs de Pancratius natuurlijk. En er zijn diverse mooie stukken onderweg. Je loopt over zandpaden, harde weg, een stukje bos, een stukje wei. Dus van alles wat. Voor elk wat wils. Wat verwacht je voor tijd te lopen? Dat is een moeilijke vraag. Ik begin achteraan. Want ik mag graag mensen inhalen en dat lukt mij alleen maar als ik achteraan begin. Dus ik verwacht 1,5 uur. Hoeveel mensen hebben zich al ingeschreven? We zitten nu ruim over de 700 inschrijvingen. Dus we verwachten dat er toch wel rond de 1000 deelnemers gaan komen. Kunnen mensen zich nog aanmelden? Ja, ze kunnen zich aanmelden op zaterdag bij de kappen. Dat is tussen 2:30 en 4:30. En zondagochtend weer bij de kappen tot uurtje voor de wedstrijd. Als mensen meer informatie willen, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen naar ons de website van Atletiek Vereniging Haaksbergen, AVH Haaksbergen, of ik denk dat daar de meeste informatie op staat.